We hebben de coalitiesamenwerking als GroenLinks samen met de Partij van de Arbeid opgezegd met VVD en D66. En dat is een discussie die al maandenlang loopt. Ja, ik ben heel verrast. Ik werd gebeld, zeg maar. Nou, nu is het inmiddels alweer anderhalf uur geleden, denk ik. Maar we zijn echt verrast dat wij dit telefoontje kregen, ja. Nou, het is een verrassing dat het voor de VVD een verrassing is. Dat is altijd zo. Als er mensen weglopen, dan sta je toch alleen te kijken. Het gaat niet over één nacht eisen. Dat is een hele zware beslissing, een moeilijke beslissing. Zeker in een stad als Arnhem, waar natuurlijk de politieke situatie altijd de laatste tijd heel vervelend is. Natuurlijk zijn er discussies. Maar uiteindelijk zie je ook dat de samenwerking ontzettend lastig is, met name met D66. Mark Koenders heeft zich al opgeworpen als de grote roerganger om het weer vlot te trekken. We gaan nu in gesprek met andere partijen, kijken hoe partijen erin staan. Dit is in principe twee fracties die de stekker uit het college halen. Nou, dan is het aan de raad om een oplossing te kiezen. Er zijn heel veel verschillende opties, er zijn veel verschillende partijen in Arnhem. Er zijn ook veel partijen die constructief met ons samenwerken, dat heel vaak gedaan hebben en dat ook hopelijk blijven doen. Dat vind ik echt het allerergste van vandaag. Dat vind ik ook echt heel erg, dat ik denk van jongens, waar blijft je verantwoordelijkheid voor die stad? Want we moeten door met het besturen van die stad.